je vrolijk, hè? Iedereen is voor jou gekomen, Sanny. Motorsport, put that thing in sports. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En wij zijn onderweg naar de verjaardag van ons nichtje Senna. Die is 1 geworden, een aantal dagjes geleden. En wij gaan haar verjaardag vieren. Daar heb ik super veel zin in. Lekker wat hapjes eten. En het is wel fris, ja. Maar that's the planning for today. Sanny! We gaan nu zingen voor de, hè? Oh. Jarige joppie! Sanny! 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 Hey! Sanny, wie is de jarige? Dat is. Oh, de jarige is moe! Hey! Ben je vrolijk, hè? Iedereen is voor jou gekomen, Sanny. Zo blij is ze. Yay! Dat vinden wij alles zo prettig, ja ja. En daarom zingen wij blij. Zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Zij leven lang, hoera, hoera. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria, in de gloria. In de gloria. De taart is en deze happy birthday. Ja. Wie is die jarige Job? Ik ja, Senna. Ze is te druk met tas. Senna, kijk. Zie mooi. Heel mooi. Heel mooi, tante Priste jurk. Jij bent ook heel mooi vandaag. Mooiste baby, hè? Het is inmiddels 7:30. En voordat ik verder ga praten, wil ik even laten weten dat ik dit echt een heel raar gevoel vind. Echt een van de naarste gevoelens. Zeg maar op een roltrap lopen die je niet doet. Ik vind dat echt. Vooral naar beneden, dat is echt niet fijn. Alsof je er gewoon zo af gaat vallen. Het is niet fijn. Anyway, het is nu 7:30 en de verjaardag van mijn nichtje was super leuk. Het was echt gewoon een kinderfestijn. Het was super gezellig. Nu gaan we lekker wat eten bij Easy Wok. Kunnen we niet beter naar boven? Is het dicht? Is denk ik dicht. Gaan we gezellig wat eten bij Easy Wok. En dan gaan we naar de bios. Ja. Naar welke gaan we? Six Below of Wonder? Ik wil graag naar Wonder en jij wil naar Six Below. Ik wil ze allebei zien, maar nu even Six Below. Dit is niet handig. Maar het is dicht daar, dus we moeten wel zo. Oké. En nu gaan we dus lekker eten bij Easy Wok. We hebben ons eten nu gekregen. En mijn favorite hier is echt van die dikke udon-noedels. Met kip en groentes. En extra cashewnootjes. En deze Masa Mango. En mijn vriend heeft precies hetzelfde. Oh ja, en de garlicious sauce niet vergeten. Eet makkelijk! Zo, hoi guys. Het is vandaag donderdag. En het is echt super koud. Het is 2 graden. Dus het wordt echt tijd voor een winterjas. Ik ben net klaar met werk. Het is nu 4 uur. Ik ga iets eerder weg vandaag. Want ik ga weer een keer naar Shiro's. Ik ga een beetje me uitgroeien bij kleuren. En gewoon verzorging. En waarschijnlijk even wat puntjes knippen. Want dat is ook wel nodig. Dus ja, we gaan weer even naar Almere. Zie ik jullie zo. Oké, guys. Ik ben net terug van Shiro's. Mijn uitgroei is weer een beetje gegroeid. En is een beetje puntjes geknipt. Ik zou eigenlijk met Nancy gaan eten bij Bella Vista. En toen kreeg ik zo'n honger en toen zag ik Mackie. Dus toen zei ik tegen Nancy, ja, kom maar gewoon bij me chillen. Want ik heb echt honger. En toen was Big Mac gewoon 1 euro. Dus ik heb een Big Mac genomen. Dit is gewoon mijn eerste Big Mac in al mijn McDonald's jaren. En het is best lekker. Ik heb hem al bijna op. Top dit. Oké, nu ga ik lekker naar binnen, want ik sta voor het huis. Nu ga ik lekker naar binnen en dan ga ik op de Etsy wachten. Dit is trouwens mijn outfit of the day. Een sweater van H&M.
En de nieuwe broek van Ellie Sisters. Die is zo top. En fans. That's it. Goedemorgen. Het is nu 9:15 en ik ben onderweg naar de Gift Suite. Dat is nog een event van Friends with the Brands. Net als Dyson waar ik vorige week heen was. En ik sta een beetje in de file. En daar baal ik van. Ik haat het altijd als ik events in de ochtend heb en er is file. Dan kan je er gewoon niks aan doen. Ik ben helemaal rood door de auto voor mij. Maar ik ben wel op tijd. Ik werd alleen wakker met echt een hele pijnlijke keel. Dat heb ik nu al een aantal dagjes. Ik hoop dat het wel weer wegtrekt. Maar ik ga maar niet zoveel praten vandaag. Anyway, ik zie jullie zo als ik ben aangekomen. Nou, daar zie ik al die bekende kroppen van Fred Zeder. En je kent hem wel, dus je mag ook mee zien. We hebben net lekker gegeten, maar ik was helaas vergeten te filmen wat ze allemaal hadden. Maar we hebben lekker een croissantje gehad, een shakey en een yoghurtje en een theetje. En nu gaan we zo naar de Gift Suites toe. Ik ben nu bij Odette Lunet en ze hebben echt hele gave brillen. Ja, nee, superleuk. Heel tof. Dit is een merk. Yeah. Welke bril zal ik gaan passen? Oh, ik ga jullie helpen. Ik vind deze wel heel leuk. Die heeft Dua Lipa. Ja? Oh, die vind ik heel leuk. Zij heeft hem in het zilver. Met blauw. Zal ik die ook doen? Onwijs mooi. Ja, dankjewel. Succes. En ik heb jullie gezien. Dankjewel. Leuk. Oké, okay, die ziet er wel heel gaaf uit. Ja. Nee, jij moet ook met die rond zoeken. Cool. Ja, die rond is ook leuk, hè? Ik ben weer thuis van de Gift Suite en deze tas zat echt helemaal vol. Echt zoveel dingen zaten erin. Dus ik heb de dingen die ik zelf het leukst vind even eruit gehaald. En dit is bijvoorbeeld een droog shampoo. Dat is gewoon altijd handig om te hebben. Een salt spray. Dat geeft gewoon wat meer structuur in je haar. En ja, ik ben gewoon benieuwd naar deze. Een douche gel. En deze smaakt, of deze ruikt naar caramelized honey. En dat vind ik wel interessant. Dus ik ben ook benieuwd naar hoe deze is. Castor oil, dat gebruik ik sowieso al. En ja, het is gewoon altijd handig om er nog eentje te hebben. Verder is dit een eyeliner. En ik heb hem net even op mijn hand gedaan en die is echt heel mooi. Iets van Dermalogica. Dermalogica, ja. Ik weet niet precies wat dit is. En dit is een lipbalm, heb ik net opgedaan. En dat is een beetje kokossmaakachtig met vitamine E. Mijn camera die is zo vervelend met scherpstellen de hele tijd. Yes. En dan is dit nog een kaars. En ik hou echt van kaarsen. En deze rook zo lekker. Ja, het is jammer dat jullie het niet kunnen ruiken. Maar hij rook echt heel erg lekker. En dan nog wat theetjes. En heel toevallig, want kamille is echt mijn lievelingsthee. En dan ook nog ginger thee. Met orange blossom. Ik weet niet wat dat is, maar... Ginger vind ik ook echt heel lekker, gemberthee en chai tea. En dan is dit nog een tanning spray. Van Mark Inbeen, als ik het goed uitspreek. En dit ziet er zo uit. Verder deze sieraadjes. Echt heel schattig. Ik vind deze echt heel cute. En dan zit er echt nog veel meer in de tas, maar ik kan het echt niet allemaal jullie laten zien. Nog meer nagellak. Ja, het zit echt nog helemaal vol. Voornamelijk met eten wat er nog in zit. Maar het was echt super leuk bij de Gift Suite. En thank you so much. Good morning. Ik ben weer in de showroom. En ik was gisteren helemaal vergeten de vlog af te sluiten. Dus dat ga ik bij deze doen. Amber en ik hadden trouwens ook het idee om mee te doen aan de vlogmas. Voor de mensen die dat niet weten, betekent dat wij elke dag van december zullen gaan vloggen. En dat is natuurlijk wel anders, want normaal gesproken doen we een weekvlog. Maar dat betekent dat er dus veel meer vloggen online zullen komen. Want we gaan elke dag filmen. Dus let us know of jullie dat leuk zouden vinden. En ja, dan gaan we dat gewoon realiseren. En dan zullen jullie veel meer vlogs van ons zien. In ieder geval is dat weer het einde van deze vlog. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren. En dan zie ik je heel snel in de volgende vlog. Doei doei! Motorsport, put that thing in sport.